Goedemiddag, avond bijna iedereen. We zijn hier vandaag op de laatste training voor onze kleinste FCB-spelers. Jongens, als ik aan het spreken ben, gaan jullie een beetje luisteren. Oké? Ik ga kort een woordje uitleg geven. Horen jullie mij duidelijk? Ik ga kort een woordje uitleg geven over het voorbije seizoen en dan gaan we de spelers één voor één belonen voor een mooie seizoen toch dat ze gespeeld hebben. Eerst en vooral, ik vond het een super seizoen. Ik denk dat Dominique dat wel kon beamen, los van de moeilijke crisis dat we toch in zitten, hebben we toch een mooie evolutie gezien bij alle spelers. Voor mijzelf was het ook een beetje wennen aan de leeftijd, maar ik vind een prachtige leeftijd om training aan te geven, zeker niet de gemakkelijkste leeftijd, maar wel als ik die jongens zie toekomen met een smile, dan maakt de dag eigenlijk wel goed. Dus die kan er wel, denk ik, wel aan. Ik heb één voor één elke speler zien evolueren en dat is in golven. Het is een lang leerproces en we moeten vergeten. Pelé! Het is nu even saai voor jullie. Leon had met een speech ook al, dat vond ik ook saai. Dus, we mogen niet vergeten dat U6 eigenlijk een voetbalspeler is. En we verwachten soms te veel van die jongens. Ik denk voor 5-6 jaar te zijn, dat die jongens al heel veel kunnen. We hebben dat gezien in het begin van het seizoen tegen andere clubs. Dus we mogen niet te veel stressen van ja, de ene kan beter schieten, de andere kan sneller lopen en de andere kan beter jongleren. En uiteindelijk gaan we ze proberen in één team te krijgen en iedereen met zijn kwaliteit. Dus dat was kort een keer over het seizoen. Dan wil ik eigenlijk mijn collega Dominique ook nog een keer toch bedanken voor in augustus hadden we geen trainer en heeft zich de taak op zich genomen om mij bij te staan. Ik vond dat hij dat super gedaan heeft. Hij heeft vooral het fun aspect. Je hebt dat vandaag ook gezien. Bij hem was het puur fun. Bij mij wat meer voetbal. Dat is een beetje onze combinatie, is denk ik heel goed. Ik heb van hem zeker enkele zaken geleerd. Ik hoop dat hij van mij ook iets geleerd heeft. Maar ik zou toch eerst het eerste applaus van de avond heb toch een keer gericht naar collega Dominique. Voor elke week naar bij te staan. Want zonder hem was het sowieso heel moeilijk. Oké, we gaan over tot de ceremonie, proclamatie. We gaan beginnen met onze jongste speler van FC Destabert. Is pas U5. Maar Jules, doe eenmaal even op het kleine podium gaan staan. Jules, korte woordje uitleg per speler. Gaan we toch een keer een korte woordje uitleg geven. Ik ga me even hier stellen. Jules, ik heb u de eerste keer gezien op voetinstruct en ik dacht van 4 jaar, dat was fantastisch om u bezig te zien. En ik heb u eigenlijk een half seizoen zien groeien. Je hebt een schitterende linkse voet. Je kunt dribbelen, je verdedigt mee. Het is eigenlijk een voorbeeld. Vooral onze spelers, je bent de jongste. Ik ben echt benieuwd om u binnen zoveel jaar te zien groeien en heb dat super goed gedaan. Je bent geslaagd voor U6 en je mag naar U7. Een warm applausje voor Jules Dupré. Ja, kan er iemand een foto trekken van de spelers? Allee, al. Iemand die een foto kan trekken. Oké, Jules, jij mag daar gaan zitten met Dominique. Oké, tweede speler is de tweede jongste speler, Elliot. Mag ook een keer op het podium gaan staan. Hela. Elliot is er pas bijgekomen aan nieuwjaar. Ik had hem de eerste keer eens gezien op Mido en ik was ook onder de indruk van zijn snelheid. Een goede trap, een goede dribbel, is ook gedreven.
supergoed gedaan, Elliot. Jij bent goed geslaagd voor je 6 en jij mag naar je 7. Ik ga je een warm applaus voor Elliot. De derde jongste speler is Leon. Mag ook even op het podium gaan? Ja. Hoe gaat het spelen? Oké, derde jongste speler Leon. Voor mij de speciaalste speler, omdat mijn eigen zoon is. Maar ik denk... als ik zie hoe enthousiast dat hij eigenlijk altijd zijn medemaats kan aansturen. Altijd lachen, een goede trap in zijn voeten. Supergoed gedaan, Leon. Hij zegt ook altijd trainer in plaats van papa. Hij komt al het seizoen een uur voor de training mee. Braaf. Hij heeft dat supergoed gedaan, jong. En je krijgt van mij een beker. En ook een applausje voor Leon. Louis mag even naar voren komen. Louis van den Hanhout. Voilà, Louis is de speler die eigenlijk zo rap als hij kan, als hij mij ziet, komt hij mijn vuistje geven. Na de training krijgt hij een vuistje, maar ik krijg altijd nog een derde vuistje. Louis heb ik zien groeien van de eerste training tot vandaag. Heel snel, gedreven, echt heel goed gedaan, Louis. En jij bent ook geslaagd voor je 6 en jij mag naar je 7. Een applausje voor Louis. Luca, mag naar voren komen. Luca, ja, Luca, eerste training heb ik u gezien en jij was nog heel klein. Je bent ook enorm gegroeid. Ik heb u ook van deze training tot vandaag enorm zien groeien. Je bent keihard. Je hebt een goede inzet. Je hebt een goed shot. Ik denk dat je echt wel eens goede verdiening hebt. Ik ga u ook een beker geven. Je bent geslaagd voor je 6. En je mag naar je 7. Een applausje voor Luca. Mats, mag op het podium komen. Onze Mats. Onze Mats, ik denk dat dit de snelste speler is van onze ploeg. Heel goede inzet, een goed shot, kan goed dribbelen. Heel goed gedaan ook, Mats. Jij bent ook geslaagd voor je 6 en jij mag naar je 7. Ik ga je een beker geven. Een applausje voor Mats. Louis Mathies. Mathies, de zoon van collega Dominique. Een heel mooie vreeftrap in zijn voeten. En ook een van onze snellere spelers. Heeft dat super goed gedaan, Louis Mathies. Ik ga je ook een beker geven. Je bent geslaagd voor je 6. En je mag naar je 7. Een warm applausje voor Louis Mathies. Nels. Onze Nils met een schitterend kapsel. Heb jij dat van mij afgezien?
Onze Niels is onze speelvogel van de groep. Ik heb een enorme evolutie gezien van training 1. En ik heb hem vorige week zien dribbelen, scoren en schieten. Supergoed gedaan. Ik heb gehoord of gezien dat Niels supergoed kan dansen. En we gaan straks ook een keer dansen, Niels. Oké? Okay? Supergoed gedaan. Je bent geslaagd voor je 6. En jij mag naar je 7. Applausje voor Niels. En... En een verjaardag binnenkort, 6 jaar. En een cadeautje heeft hij al mee voor iedereen. Oké, ga maar. Eén man. Imran, onze kleine dribbelaar, onze beste keeper, is niet van de grootste, maar hij duikt naar de hoeken. Iedereen kan dat dus valeren. Samen met Jules zijn dat de twee keepers die echt durven duiken. Ik heb u met uw zoon al veel dribbles zien maken. Ik denk dat hij een goede dribbelaar gaat worden. Proficiat, goed bezig. Jij krijgt ook een beker. Je bent geslaagd in de 6, je mag naar daar kijken. Een warm applaus voor Emerald. Louis. De camera. Ja, dat komt aan de zin. Met Louis, ook jij van de eerste training heb ik u ook zien evolueren als speler. Jij bent een van de enige spelers die uw mindere voet, uw linkse voet, dan een keer durft gebruiken. Je bent snel, je hebt een goede trap en je kan goed dribbelen. Heel goed, je bent geslaagd voor uw 6 en je krijgt van mij een beker. En jij mag naar uw 7. Een applaus voor Louis. Mathies, onze sterke beer met een loeihard schot, dat wil je niet in de goal staan als hij schiet. Mathies, ook jij hebt een heel goed seizoen gespeeld. Mooie evolutie, snel, hard, goed shot. Super goed gedaan, je bent ook geslaagd. Ik heb nog een zakje. En je mag naar 7. Een applausje voor Mathies. Ruben. Ik ga jou aangekomen. Ruben. Onze Ruben, ook een van onze sterke spelers. Ik heb Ruben vorig jaar in augustus de perfecte tackle zien uitvoeren op zijn 5 jaar. Dat heb ik nog nooit gezien. Schitterende mentaliteit, een vechter. Ik denk dat Ruben zo'n speler gaat worden dat hij liever in uw ploeg heeft dan tegen u. Supergoed, hè? Je bent geslaagd voor je 6 en je mag naar je 7. Een applaus voor Ruben. Ook een van onze grote sterke spelers van training 1 viel hij op door zijn postuur. Hard, snel, goed shot. Supergoed gedaan, Elia. Je bent een snel. Een applaus voor Elia. Zijn post op stand. Voetbalnaam van onze Hans op het einde. Is er Hans op het einde bijgekomen. Valt ook op door zijn postuur natuurlijk en door zijn mooie glimlach. Heeft op die korte weken ook al wat evolutie gemaakt. En heeft dat supergoed gedaan, Pelé. Ik denk dat hij een grote sterke spits zult worden. Of een goede DJ, lekker papa. DJ Black Frank. Een applaus voor Pelé.
Sébastien. Oh, DJ. Goedier, oké, van onze startende spelers, heeft ook een heel mooie evolutie van training 1 tot vandaag. Is een van de weinige spelers die echt zijn lichaam gebruikt op die leeftijd. Een goed shot, zet zijn lichaam goed. Super goed gedaan, Goedier. Je bent geslaagd voor je 6 en je mag naar je 7. Een applausje voor Goedier. En Bastiaan Engen. Bastien, onze Bastien, de speler als hij toekomt, heeft hij een glimlach, schitterend om te zien. Snel, hard, sterk, super geëvolueerd van het seizoen. Je hebt dat super goed gedaan, Bastien. Je bent geslaagd voor je 6 en je mag naar je 7. Een applausje voor Bastien, de laatste speler. Voor de spelers die willen dansen en de ouders die willen meedansen. Maar we gaan ons liedje dan in het hele seizoen opleggen. We gaan het volgende dag opleggen en jullie willen ook dansen. En we kunnen vanavond samen nog een keertje drinken en iets hier. I'm waiting for this.
Ja, maar ik ga dat persoonlijk van maken. En Malle woont daar gewoon. Ik wil dat ik zo ben. Maar ja, dan. Je hoeft niet via op dit